Vrachtverkeer dende ter SAS van Gent en de Vlaamse buurgemeente Zelzaten. Om te kunnen beoordelen of er maatregelen nodig zijn, vindt de komende 2 weken een enquête plaats onder bewoners van beide grensplaatsen. Ben Eversen, eigenaar van een sigarenspeciaalzaak aan de Westkade, vindt het allemaal wel meevallen. Hij dringt aan op de handhaving van het inrijverbod voor vrachtverkeer op de Westkade in SAS van Gent. Ze moeten gewoon beter controle houden op het, en de borden die er staan, die moeten nageleefd worden. En als ze dat niet doen, dan blijven ze gewoon maar doorrijden.